Welkom op deze e-snack deze middag. Mijn naam is Nathalie Aagten. Ik zal jullie kort erdoorheen leiden hoe dat je nu Office-documenten in Drive kan bewerken, opslaan en opnieuw als een Office-document verzenden. Jullie hebben waarschijnlijk ondertussen ook al gemerkt dat Word terug beschikbaar is. Dus jullie kunnen terug Word gebruiken. Dat is terug toegestaan. Maar voor Excel en de PowerPoint is dat nog steeds niet mogelijk. Dus de voorbeelden die ik dadelijk ga geven zijn een spreadsheet van Excel of een PowerPoint van Office waarmee dat ik de demo ga doen. Want als ik het met Word ga doen, dan gaat het automatisch openen en de versie die nu voor iedereen terug beschikbaar is. Ik ga nu mijn scherm delen. Want ik ga beginnen met te zeggen dat er verschillende mogelijkheden zijn om een Office-document binnen te krijgen. En een van die mogelijkheden is dat je een document binnenkrijgt of een Office-bestand via je mail. En ik ga je laten zien hoe dat dan werkt. Het zou nu moeten opengaan. Ja. Ja. Ik heb dus voor het gemak een Excel-spreadsheet naar mezelf gestuurd om jullie te laten zien hoe een spreadsheet binnenkomt. Dus je ziet hier als bijlage zit er een tabel in. En als ik daarop hoever met mijn handje, dan zie je dat er drie mogelijkheden tevoorschijn komen. Je kan dat bestand, een oorspronkelijk Excel-bestand, kan ik hierdoor gewoon downloaden op mijn computer. Als ik hierop klik, dan gaat het terechtkomen hier beneden. Ga je zo'n balk zien verschijnen. En nu is hij eigenlijk mijn Excel-bestand op mijn mapje downloads aan het downloaden. Hier helemaal beneden. Moet ik het vergroten? Wat ik ga proberen. Hè? Dan ga je mijn scherm niet meer helemaal zien. Oeh, dat is een beetje te groot. Nog een beetje groot. Is dit beter? Want als ik het nog groter doe, gaan jullie misschien... Ik denk het wel. Oftewel is er ook een mogelijkheid om via de puntjes rechts beneden, als je daar eenmaal op klikt en je klikt op layout wijzigen, dan kan je kiezen voor, ik denk dat Spotlight, verbeter mijn collega's, dat de, ja, grootste manier is om alles te zien. Dus rechts beneden, de drie puntjes, layout wijzigen en dan Spotlight. Of gewoon het vastzetten op het scherm met het prikkertje op het scherm van de presentatie. Vastzetten op scherm, dan is het ook in het groot. Ja. Als het niet lukt, mogen jullie... in de chat jullie bemerkingen steken en mijn collega's. Ann Dierkens is vandaag eigenlijk officieel mijn sidekick, Anne, maar ook mijn andere collega's van EWijs zoals David en Sandra en Raf zijn ook aanwezig, zie ik, dus die zullen ook helpen. Alle vragen, ik was dat daar straks vergeten te zeggen, mogen jullie in de chat noteren. Goed, als ik nu hier ga proberen om dat Excel-bestand te openen, dan zie je dat ik een foutmelding krijg. Dus het heeft geen zin om een bestand te downloaden op je harde schijf als je daar iets mee wil gaan doen, want dat gaat niet lukken. Het enige wat je kan doen is het opslaan en het daar bewaren. Dus zeg ik oké, maar wat kan ik wel doen? Ik kan hem toevoegen aan Drive. Als ik hierop klik, dan gaat hem zeggen oké, toegevoegd aan mijn Drive. Ik kan hier al direct kiezen waar dat ik dat ga zetten in mijn Drive, maar ik ga dat nu niet doen. Ik ga hem gewoon laten toevoegen en ik ga naar mijn Drive gaan bij het meest recente bestand dat ik heb binnengehaald. Als ik dan kijk naar recent, hier zit ik bij Drive, kan ik dat zien, wat het laatste is, dan was dit die cursistendag, uurregeling, Excel-bestand dat ik heb binnengehaald. Als ik daar dubbel op klik, dan gaat dat bestand zich openen in mijn Google Drive spreadsheets. Maar ik zit nog niet in de bestandsindeling van spreadsheets. Ik zit nog steeds in mijn Office-document. En ik ga dadelijk tonen hoe dat je dat kan zien. Ja, het is verschenen. Van het moment dat je hier achter in het groen, meestal bij de spreadsheet is dat dan groen, XLFX of XLS bij de oudere Excel-bestanden. Als je dit ziet, ik zie dat ook als ik daar met mijn handje naartoe ga, dan zie je dat ik nog altijd in de Microsoft Excel-indeling ben. Ik heb het nog niet opgeslaan als zijnde een echte Google Spreadsheet. Het zit nog steeds eigenlijk in Office. Wat kan ik hiermee doen? Ik kan hier toch nog wel dingen aanpassen. Als ik hier bijvoorbeeld zeg, ik ga dit woordje kantine, ik ga dat wegdoen en ik verander dat door vergaderzaal. Voilà, dan gaat hem dat gewoon nemen.
Hij gaat dat gewoon aanvaarden dat ik dat heb veranderd. Hij zegt hier ook opslaan daarnet en nu staat er weer opgeslagen in Drive. Dus ik kan nog steeds Excel-documenten aanpassen in een format van Drive. Het is wel nog steeds een Office-document. Wat kan ik hier dan wel mee doen als ik het dan wil omzetten naar de echte Google-indeling? Dan kan ik hier kiezen voor bestand. En dan kan ik hier zeggen opslaan als Google Spreadsheet. Als ik daar eenmaal op klik, ga je zien dat er van mijn spreadsheet niet zo heel veel verandert. Maar ik zie wel dat hier achter mijn titel dat de extensie XLSX verdwenen is. En dat is een tip voor jullie als je gaat kijken, zit ik nu in welke versie ben ik nu aan het werken? Als dit verdwenen is, weet je dat je echt in de Google-indeling bezig bent. En niet meer in de Office-indeling. Als je dan gaat kijken naar je bestanden, hoe dat ze in je lijst staan als je naar Google Drive gaat, dan zie je hier van voor ook een verschil in symbooltjes. Ik weet niet of het groot genoeg is voor jullie. Ik kan het misschien een beetje groter zetten. Je ziet hier twee verschillende symbooltjes. Een plus, een grote plus, een scheve eigenlijk. En eigenlijk een x'je. En bij de x'je zie je dat is een echt Office-document. En dit is eigenlijk een Google Spreadsheet. Die twee worden naast elkaar bewaard op je, harde, op je Google Drive, tenzij dat je er eentje van de twee wist. Hetzelfde geldt ook met de bestanden in Word of in de Google Doc-indeling. Dit is een Google Doc, maar de Word-versie, ik heb er even bij die heeft een W. Dat is een blauwe W. En hetzelfde geldt ook voor de PowerPoint van Office en de presentaties van Google. De PowerPoint heeft een P en de presentaties binnen Google hebben dat gele venstertje. Dus op die manier kan je zien in je lijst ook wat voor soort document of bestand dat je gaat openen. Ik hoop dat het tot nu toe duidelijk is. Dus dat is de manier waarop dat het binnenkomt als je vertrekt vanuit een mail. Het laatste is hier een pennetje. En wat ook mogelijk is, is dat je niet zegt, ik ga het gewoon opslaan op Drive en ik moet er verder niks meer mee doen. Ik wil er al onmiddellijk in werken. Dan kan ik ook zeggen, ik kies onmiddellijk voor dat pennetje. Ja, hij zegt nu dat ik een nieuw exemplaar, ik zal een nieuw exemplaar maken, want ik doe het anders dubbel. Dus nu gaat hij mij gewoon een kopietje maken. En nu kan ik rechtstreeks beginnen te werken in dat document, dat ik, of in die spreadsheet die ik in mijn Google Drive heb toegevoegd. We moeten even wachten tot hem helemaal inlaat. Want dan zie je ook dat hij, als hij invoegt en om in te bewerken, dat hij nog steeds de Office-indeling gaat bewaren. Tenzij dat je dat zelf gaat aanpassen. Goed, we zitten nu in deze versie. En stel we hebben een klant en we willen, of we hebben iemand die dat echt in de Excel-versie terug moet krijgen. Wat is er een voordeel van om een Drive Doc van te maken? Ja, het voordeel is onder andere dat het geen plaats inneemt in je ruimte. Dus je hebt in je opslagcapaciteit in de cloud, neemt een document of een spreadsheet van Google, neemt geen plaats in de ruimte. En die van Office nemen wel plaats in. Er zijn ook iets meer mogelijkheden om samen te werken als je dat doet in Google Drive. Ik weet niet, of jullie nog voordelen zien? Ja, met documenten, zeg maar aan. Nee. Vooral het samenwerken is dat je kunt delen, hè, dat je dat verder kunt samen aan kunt werken, is een heel groot voordeel, hè, als je het omzet. Ja. Ja. Ik wil dan ook nog zeggen, misschien voor alle duidelijkheid, Nathalie heeft nu twee documenten die met exact dezelfde naam in haar Drive. Hè, dus ze heeft van haar Excel een spreadsheet gemaakt. Er is geen synchronisatie meer tussen die twee bestanden. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus je kunt best voor een van de twee formaten kiezen en de andere dan verwijderen. Want anders zou het kunnen zijn dat je met de verkeerde versie zit. Ja. En Johan zegt net in de chat, een ander voorbeeld is de versiegeschiedenis van je document. Dat heb je inderdaad ook wel in de spreadsheet-versie en niet in de Excel-versie. Ja, dat is inderdaad ook een groot voordeel. Stel dat iemand je document helemaal verknoeid heeft, dan kan je terug naar je oorspronkelijke document gaan, en zoals het was. Voilà, dit is, dus als het eenmaal op je Drive staat, je hebt daar dingen aan veranderd, je wilt dat terugsturen als een oorspronkelijk Excel-document,
Dan kan je ervoor kiezen hier bij bestand. We zullen eerst zeggen hoe je het moet downloaden. Je kan hier kiezen om het opnieuw te downloaden, gewoon als een Excel-document. Dat spreekt voor zich. Je zet het dan opnieuw terug op je harde schijf. Maar stel nu, je hebt je document omgezet naar de andere indeling, zijnde de gewone Google-indeling. Ook dan kan je dat doen, kan je terug downloaden en kan je ook weer kiezen om dat terug weer om te zetten naar een Excel-document. Je kan dus constant heen en weer gaan in die versies. Dat is allemaal mogelijk binnen Google Drive. Zeg je nu, ik wil dat document mailen naar mijn klant of naar een andere partner, dan klik je hier op e-mail. Je zegt dit bestand e-mailen en dan gaat het automatisch open een pop-up venster waarbij dat je hier het e-mailadres kan aanklikken. Ik zal bijvoorbeeld hier Sandra kiezen. Je kan kiezen om een kopie van jezelf naar jezelf te sturen ook, dat je daar een bevestiging van hebt dat het verstuurd is. Hier steek je gewoon je berichtje in, zoals altijd. En hier heb je dan wel, en dat is heel belangrijk, dat je dat kleine vakje, het staat hier eigenlijk een klein beetje verborgen, maar dat je hier niet gaat kiezen dat je het gaat sturen als zijnde een PDF, dat je hier echt openklikt en zegt, ik wil dat als een Microsoft Excel bestand terugsturen. En hetzelfde geldt ook voor de PowerPoints en de presentaties. Eigenlijk is dat dezelfde manier van werken. En dan zeg je verzenden. En dan krijgt Sandra nu van mij een mail dat ze een Excel-bestand in oorspronkelijk formaat heeft teruggekregen. Ik denk dat dit de allerbelangrijkste dingen zijn voor het heen en weer sturen van Office-documenten en Google-documenten. Ik weet niet of er vragen over zijn. Je mag altijd nu een vraag stellen. Doe je gewoon je micro aan. Ik zet de presentatie stop. En als er dan nog dingen zijn die jullie graag willen weten, dan hoor ik het graag. Er was al een vraag van Nadine in de chat, Nathalie, over of de layout van de documenten behouden blijven bij de omzetting. Ik heb het al wat beantwoord en Anne ook, hè, dus het hangt eigenlijk heel erg af van hoe complex het document of de presentatie is qua layout en zo. De omzetting van de Microsoft-versie naar de Drive-versie wil al wel eens fout lopen bij moeilijkere layouts of ingewikkeldere Excel-formules en dat soort dingen. Bij simpelere documenten gaat dat over het algemeen zeer goed. De omgekeerde beweging, dus van uw spreadsheet terug naar Excel maken of van uw docs een Word, verloopt heel goed. Dus daar maakt hem eigenlijk gewoon een 100% kopie in Word. Dus die kant wel. De andere omzetting van Microsoft naar Google is niet altijd perfect. Dat is zo. Nee. Maar er komen steeds meer dingen bij, dus het gaat steeds beter. Dat is waar. Ja, dat is ook waar, inderdaad. Ja. Zijn er nog vragen over? Het belangrijkste is om te weten dat het kan. En daarom hebben we deze ASNAC ook georganiseerd, omdat er heel veel collega's nog niet bewust van waren dat die mogelijkheid bestond binnen Drive. Eigenlijk is het eenvoudig om uit te leggen, maar ik denk wel ook heel, heel belangrijk voor degenen die daar veel mee werken. Ja, ik heb nog een vraagje. Dus je hebt daarnet dat document, dat bestand gemaild naar... ik ben de naam al vergeten. Wat is het verschil dan met delen? Of waarom zou je kiezen voor mailen in plaats van delen? Delen op je scherm, dat is eigenlijk delen via... Nee, delen, niet delen in een presentatie, maar gewoon delen via Drive. Nee, ik zou zeker pleiten dat je in eerste instantie altijd kiest om te delen via Drive. Maar je hebt soms klanten die oorspronkelijk een Excel-document spreadsheet willen hebben. Of bijvoorbeeld, gelijk vroeger, maar dat is nu niet meer, dat we echt nog een Word CV moesten terugsturen. Dan moest je echt wel kiezen om het te downloaden als Word. En het dan naar je klant sturen, de sollicitatiebegeleider. Mm-hmm. Ja. In eerste instantie altijd kiezen, denk ik, voor ons systeem waar we nu voorlopig voor gaan. Hè. Alles binnen Drive bewaren, ordenen, een systeem daar opzetten. Anders ben je weer op twee plaatsen aan het werken. Ben je zowel op je verkenner aan het werken als online. En het grote voordeel van het online werken is dat je overal aan kan, dat je geen software updates moet hebben. Het geeft heel veel voordelen om je eigenlijk te beperken tot Drive, maar soms moeten we
toch terug naar die Office-documenten. Mm. Dus dat is... maar inderdaad, je hebt gelijk. Enkel als het echt gevraagd wordt, zou ik dan kiezen voor Excel. En ook hier misschien de oproep van, als je een spreadsheet moet beginnen nog, je begint van nul. De mensen die dan, veel hebben geen Excel meer, dan begin ook je spreadsheet te maken in Drive. Dan ben je ook zeker dat alles werkt, dat alles goed loopt. En dan heb je later altijd geen probleem. Het is voor mij ook een voordeel om hier al uw files nu samen in Drive te hebben. Hè? Want mensen hebben nu terug Word om Word-documenten aan te maken, maar dat houdt ook een beetje in dat je dan die Word-documenten op een ander plaats moet gaan bewaren als je die wilt openen en bewerken met Word. Ik vind het veel gemakkelijker om al mijn files in Drive bij te houden, bijvoorbeeld. Ja. Er was een vraag in de chat over het omzetten van PDF naar Docs. Raf heeft daarop geantwoord, maar ik denk dat dat iets uitgebreider moet. Raf, kun je dat even uitleggen? Ja. Dus je kunt altijd bestanden gewoon openen door te dubbelklikken in Drive. Maar als je met je rechtermuisknop... Als je die PDF opent, ga je in het midden van je scherm bovenaan een drop-down menu krijgen. En daar kan je zeggen openen met. En als je het dan opent met Google Documenten, gaat die automatisch een kopie van het origineel maken in de Google Documenten-indeling. Kijken. Ik zal eens kijken als ik het misschien kan voordoen ondertussen. Wacht, ik zal eens even opzoeken. Als er nog een vraag is, stel ze gerust aan de collega's. Ik zal eens proberen een voorbeeldje te zoeken. Ik heb er al eentje. Ik zal eerst eventjes delen. Ik heb er al eentje gevonden. Voor Denise, als Word nog niet werkt, dat zit bij uw tools eigenlijk, zo al uw VDAB-applicaties. En misschien moet je daar nog eens gewoon even activeren. Als je weet wat ik bedoel, dat is zo dat blauw mapje onderaan. En daar ga je Office normaal tussen vinden. En dan kun je nog eens op Word en dan zal dat zijn eigen activeren. Ik zal maar eens proberen. Ik zal nu eventjes delen. Ja, jullie zien mijn scherm. Als ik dit document, deze PDF, algemene sneltoetsen voor Windows, is dat eentje, die zit in mijn Drive. Als ik daar dubbel op klik, dan gaat die open met een zwarte achtergrond. En hier kan ik boven kiezen openen met. Het is een PDF-document oorspronkelijk. En ik kies hier openen met Google Documenten. En dan gaat de PDF omgezet worden naar je document. En dan kan je daar wel in bewerken. Voilà. Je zit hem in Google Documenten en nu kan ik hier dingen aanpassen. Ja, maar nu heb je dus ook twee documenten, een Google-document en een PDF-document. Ja, in dit geval met dezelfde naam. Ja, ja, klopt. Die hebben dezelfde naam, maar je ziet het verschil. Ik ga het even tonen. Hier zie je de naam algemeen snel en zover. Hier staat PDF achter. En hier zie je dat hij het omgezet heeft in een doc. En hier staat niks meer achter. Je ziet het aan de kleur en aan de extensie. Ja. En als ik nu zeg van kijk, ik wil dat bewerken, dat document, dan gebruik ik dus Google Docs. Ja. En dan verwijder ik eigenlijk best die PDF. Ja. En dan kan je het zelfs opnieuw opslaan weer als PDF, als je het als PDF zou willen doorsturen. Ja, dus je kan echt wel heen en weer gaan in die... Oké, dank u. Alsjeblieft. Ja, de layout inderdaad, die gaat soms, die neemt niet alles mee, dat klopt. Daar zit je een beetje met het heen en weer gaan van die bestanden, dat er soms problemen zijn met de layout. Nathalie, misschien eentje waar ik ook zelf aan dacht, is naast het opslaan vanuit uw mail, is het uploaden van op de harde schijf
vooral om te laten zien bij de instellingen dat de conversie moet afstaan als je niet wilt dat het omgezet wordt naar Docs. Oké, wacht, ik zal ook zo eentje tonen. Ik ga dat nu presenteren. Ik ga al direct mijn scherm delen, maar ik moet ook op zetten die jullie mij een beetje mee zoeken waar ik moet zijn. Maar ik zit hier... Ik zal deze keer eens een PowerPoint nemen in plaats van een spreadsheet. Hier zit nog een oude PowerPoint, want ik werk al heel lang met presentaties, dus ik moest zoeken om nog een oude te vinden. Hier zit de oude in. Ik zal deze eens openen. Dus dat gaat niet. Hij zegt hier ook, deze actie is alleen geldig, dus ik kan dat hier niet doen. Je ziet die PowerPoint krijg ik niet open. Ik ga dan naar mijn Drive document. Ik moet gaan naar Persistent. Dus ik ga naar mijn Drive. Ik zeg nieuw bij Drive. Bestand uploaden. Dat wil zeggen dat ik iets vanaf mijn harde schijf ga halen. En nu gaat hij mij open doen, mijn verkenner open doen. Klik hieronder, ik ga deze eens pakken, Persistent-dag. Wacht, hij zegt weer dat het er twee zijn. Omdat ik dat alles heb uitgeprobeerd, blijkbaar. Hier beneden staat dan dat hij dat gaat uploaden. Je ziet dat minder dan een minuut resterend, hij is bezig. En ik kan hem van hieruit ook openen. En je zal zien dat hij automatisch ook weer in de gewone PowerPoint het gaat uploaden. Daar staat het. Ja. Hier staat ook wel bij als bemerking nog dat het inderdaad zo is dat sommige PowerPoint-functies niet kunnen in Google-presentaties. Dat weten we wel. Maar wat David daarnet bedoelde is wat je kan aangeven hoe dat het geüpload wordt vanaf je harde schijf. Ik ga dat even laten zien. Je hebt hier het instellingen-symbooltje, dus het tandwieltje. Als je daar eenmaal op klikt, ga je naar de instellingen van Google Drive. Klik daar eenmaal op. En hier staat als tweede item uploads converteren. Dat wil zeggen dat alles wat jij binnenhaalt vanaf je harde schijf naar Google Drive, dat hij dat moet omzetten automatisch naar een Google-indeling. Als ik dit dus aanklik, dan gaat hij niet meer eerst de Office-versie erop zetten, gaat hij alleen nog maar de nieuwe Google-versie installeren. Zodat je maar één versie uiteindelijk hebt. Dan naderhand natuurlijk wel weer terug omzetten, gelijk ik daar strak iets zien. Hè? De stand omzetten naar, maar bij dit is het automatisch. Ik laat dat meestal uit, omdat ik dan zelf nog de keuze heb om het om te zetten. Wat bedoelde je toch, David? Dat bedoelde ik exact, ja. Het is ook belangrijk om te weten dat dat vinkje van uploads converteren is alleen van toepassing als je het document uploadt bij die nieuw knop. Niet als je opslaat van op je Gmail, dat is iets anders. Dat blijft altijd in het formaat dat het binnengekomen is. Dus die conversie is daar niet van toepassing, alleen bij uploaden. Ja. Zijn er misschien in de chat nog interessante vragen gekomen die voor de grote groep interessant zijn? Dat je zegt, van dat moeten we nog meegeven. Karen heeft een vraag over, dat is eigenlijk meer over met Google Docs werken, dat je zo aanpassingen kunt suggereren in een document, hè, en die dan, dat is in Word ook, maar dat kan ook in Google Doc. Hè. Dat je reacties kan geven, dat bedoel je. Ja, en dat die ook automatisch zijn eigen omzet. Hè? Als je zegt, ik accepteer die. En dat is toch wat je bedoelt, hè, Karen? Karen? Ja, klopt, inderdaad. Dat gaat buiten deze les, dus daarvoor verwijzen we jullie naar de opleiding van Google Docs, hoe dat precies moet. Maar dat kan inderdaad, ja. Je kan reacties suggereren of aanpassingen suggereren. En de andere gaat dan... Ja, met een vinkje zeggen, die reactie mag aangepast worden in het document. Ja, Annemie, had je ook een vraag? Ja, ik denk dat ik daar rap aan door ben. Ik weet niet of het volledig aansluit, maar ik ga even mijn scherm weer presenteren. Hè. Ja. Ik heb het daarnet proberen uit te leggen in de chat. En Anne heeft wel wat antwoorden gegeven, maar die wist ik al. En kijk, hè. Dus Anne
collega van mij heeft iets gedeeld met mij. Dat is een PNG. Dus ik ga hem nu naar openen. Dat is een pictochart eigenlijk, een pictogram. Ik zie het niet, ik zie denk ik alleen je mail. Is dat de bedoeling? Ik zie je mailbox. Ja, maar nu zie je normaal gezien wel de PNG, klopt dat? Nee. Oké. Nee, je zal moeten delen en stoppen en opnieuw. Ik weet niet, ik ga het opnieuw doen. Mijn excuses. Hè? Voilà. Ja. Oké. Okay. Waarschijnlijk zit ik op het verkeerde scherm. Kijk, en dan moet ik dat eigenlijk openen. En ik weet nooit wat ik dan moet gebruiken. Daar staat van alles. Ik ken daar niks van. Dus ik weet gewoon niet wat ik daar moet doen. Dat is wat Anne ook zegt. Hij geeft opties, maar ik ken Pixlr niet. Ik ken Cloud Convert niet. Ik weet er niks van. Nee, ik moet je hiervoor ook doorverwijzen naar andere collega's die misschien hier in de opleiding zitten. Okay. Want, PNG is een afbeeldingsformaat. Hè. Ja. Dus je gaat het ook moeten openen in een toepassing die afbeeldingsformaten ondersteunt. Dat kan eventueel in Pixlr, maar in Pixlr gaat je dan... Dat is een beetje gelijk foto, dat is een mini-photoshop, hè, Pixlr. Ja, dat kan ik. Maar dit is eigenlijk alsof je een JPEG opent. Dat is ongeveer hetzelfde, de PNG. Ja, maar ik ken daar niks van. Hè. Ik bedoel, dit is iets wat ik regelmatig tegenkom in Google Drive, dat ik iets oplaad en dan zit ik vast. Dan weet ik niet wat ik moet doen. Ja. Als je een PNG binnenkrijgt, ga je die ook niet moeten bewerken of zoiets. Dat is alleen bekijken. Ja, ik wil dat gewoon opslaan in ja, Annemie, Google Drive. Ik denk dat Philippe een antwoord heeft voor jou. Ja, Annemie, ik heb dat ook al gemerkt, maar met andere formaten. Dat is dikwijls voorgestelde commerciële apps die daar opgelijst worden. Ah. En je moet daar eigenlijk niet op klikken. Je kijkt beter eerst een keer welke programma's dat je staan hebt. Ja, maar ja, ik moet ook weten welke programma's er zijn. Ja, maar dus, zelfs al herken je daar iets en klik je het aan, dan moet je het nog installeren en dat lukt niet op de laptops. Ik vind dat heel ambetant dat ik daar niks aan kan doen. Ik kan ook eens een keer een beetje een lijstje aanleggen met wat voor extensies dan met wat doen gaan eigenlijk. Ja, dat zou wel een goede zijn. Ja, dan misschien eens... Wat lief? Dat er een lijstje komt met extensies, hoe je die moet openen binnen onze systemen. En dus waar vind ik zoiets? Ja, nee, Philippe zegt dat hem dan misschien wel... misschien moeten voorzien. Ja. Ik weet niet of het een relevante vraag was, maar het is wel, voor mij is het heel erg relevant. Ik kom daar regelmatig tegen en ik wil dat dan opslaan, want anders vind ik dat gewoon nooit meer terug. Ik wil dat dan opslaan op mijn eigen drive en dan zit ik vast. Hè. Ja. Ik zit regelmatig samen met Google Team. Ik zal dat voorstellen. Of dat we iets kunnen maken. Ah, super. Oké. Okay. Ja. Cool. Ik weet niet wat antwoord. Ik kan het alleen vragen of ze dat ergens kunnen voorzien dat het voor iedereen beschikbaar is. Dan denk ik misschien eerder aan intranet of zo, we zullen wel zien. Maar in principe moet dat wel kunnen, denk ik. Ik heb ondertussen de vraag van Karen naar Google Docs, specifiek even beantwoord in de chat. Ik mocht nog altijd de cursus gaan volgen, want die is zeer interessant. Maar als je morgen aan de slag wilt met die suggesties doen, dan is dat de weg om te volgen. Ja. Oké. Okay. Misschien nog zeggen waar al onze andere cursussen vindbaar zijn. Wij hebben sinds kort een nieuwe intranetpagina. Dus als je gewoon op intranet e-wijs inklikt, kom je op onze nieuwe intranetpagina, waarbij dat je ten eerste al onze cursussen vindt die we geven. Ook alle expertises op naam van de e-wijsambassadeurs. Dus als je in bepaalde toepassingen problemen hebt, wie dat je daarmee kan verder helpen, staat er ook op. Ook ons volledige cursusmateriaal is daar vrij toegankelijk. Dus daar staat... David zet het in de chat. Dus ga daar zeker eens kijken. En ook de link naar ons nieuw YouTube-kanaal, ook dat staat allemaal verzameld op onze nieuwe intranet. Ik zou zeggen, zet hem bij jullie favorieten. Mag ik even iets vragen? Ik vond het heel interessant, hè? Maar ik heb dus in mijn agenda die links allemaal gekopieerd van die e-snacks. En voor vandaag stond daar iets in van de Google Chat. Is dat veranderd misschien, die planning of zo? Of, ja, David. Ik zal er even op antwoorden. Ah, ja. Ook wij leren nog elke dag bij. Dus die knop op intranet zetten die een appointment beschikbaar maakt voor de verschillende sessies, heeft ook wel gewoon die een
titel meegepakt. Dus die titel is nu gegeven aan al jullie appointments. En het probleem is dat als je op die knop drukt, creëert je appointments in je eigen agenda. Wel met de juiste meetlink om hier te geraken, maar het is wel in jullie agenda, dus ik kan dat ook niet meer gaan veranderen voor jullie. Ja. Vandaar. Dus als jullie dat zien staan, het is niet elke week Ace Next on chat. Ja, de planning staat op ons intranet pagina, die ik inderdaad ook in de chat heb gezet. Ja. Goed. Zijn er nog vragen? Voor mij niet. Ik vond het heel verduidelijkend. Tof, dank u. Nou, wacht, er is er nog iets. Er komt toch nog een vraag binnen. Ja. Wie maakt van Google? Als je een kopie maakt, is er achteraf geen synchronisatie meer in principe. Ja, ik heb dat al twee keer voor gehad. Bijvoorbeeld met die briefing die Arne maakt. Ik doe dat altijd op het vorige, maar ik zet daar nogthans een kopie in. Maar ik ben het vorige altijd kwijt. Ik kan dat achteraf wel terugvinden. Maar hij past het zowel aan in de kopie als in het oorspronkelijk document. En ik vind dat vrij raar. Ik heb dat al een paar keer voor gehad. Ah ja, dat mogen wij een keer sturen. Caroline, om te kijken. Dat is achteraf. Ja. Dat is inderdaad vreemd, ja. Ja, oké. Goed. Als er geen vragen meer zijn, kunnen we wat vroeger dan voorzien afsluiten. Ik heb wel nog een paar dienstmededelingen in verband met de e-snacks. Om te beginnen wil ik jullie allemaal bedanken om altijd en met zoveel volk af te komen. We vinden dat fantastisch. We hebben dan ook beslist om tijdens de zomer gewoon door te gaan met de e-snacks. We hebben er even over gediscussieerd met de provinciale verantwoordelijken en gedacht, ja, het is vakantie, misschien moeten we dan even pauze nemen. Anderzijds heeft niet iedereen tegelijk vakantie en bovendien zijn alle sessies te herbekijken op ons YouTube-kanaal. Dus eigenlijk, waarom niet gewoon doordoen? Dus met andere woorden, in de komende, ja, we hebben nog even natuurlijk, komende maanden zal er ook een planning voor de zomer gemaakt worden, die we jullie ook zullen bekendmaken via ons intranetpagina. Dat is één mededeling. En dan de tweede over het YouTube-kanaal. De mensen die zich tot nu toe geabonneerd hebben, hebben nog niet veel meldingen gekregen. Dat is omdat wij een beetje met het technische probleem zaten, dat we, nou, niet echt technisch, we konden eigenlijk onze video's niet publiek zetten en daardoor werden die meldingen niet getriggerd. We gaan dat vanaf nu wel doen. We hebben daar wat advies in gewonnen en we gaan ons kanaal publiek zetten, waardoor jullie voor de nieuwe films die eraan komen, wel meldingen gaan krijgen als jullie geabonneerd zijn. Dus dat gaat heel de werking van dat YouTube-kanaal een beetje boosten. En er ook voor zorgen dat jullie, als er een nieuw filmpje komt, daar ook effectief van op de hoogte worden gebracht. Dus ik heb de link... voilà. Hoe kunnen we ons abonneren? Ik heb de link naar het YouTube-kanaal in de chat gezet. Als je daar naartoe gaat, kan je gewoon op de knop abonneren klikken. En vanaf dan is dat in orde. Als wij dan een nieuwe video posten, dan gaan jullie een mailtje krijgen daarover. Dus dat is eigenlijk heel de werking die wij in gedachten hadden. En dan ga ik nog wat reclame maken voor de volgende sessies. We hebben het tot nu toe redelijk Google-based gehouden. Dat is ook een beetje onze core business, zeg ik altijd. Maar de volgende sessies gaan zo wat ruimer naar andere onderwerpen, hè. Dus we hebben volgende keer Wendy Kamp, die ons over alle tips en tricks over het intranet van zoeken, over zich abonneren op wijzigingen, want dat zijn ook dingen die allemaal kan. Dus gaat ook zeer interessant zijn de volgende keer. En dan hebben we nog wat sessies in de toekomst, nog over andere dingen, à la security, ook een zeer hot topic voor het moment. En ook rond robotische procesautomatisatie, is ook een hele toffe. Dus we kijken er naar uit en we hopen dat we jullie elke keer met zoveel gaan mogen verwelkomen. Voilà. Ja, dank u wel. Ja, ook van mij hartelijk bedankt voor jullie aandacht en tot een volgende keer.